In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, beste mensen, we zijn aangeland in Zeddam. De plek waar ik opgegroeid ben. En dit is de Paardenvoort. Een heel mooi klein kasteeltje. Prachtig. Ik heb vroeger, als jongeman, en wij in 1963 daar proberen te schaatsen. Geleerd, maar is nooit gelukt. Ik heb het met stoelen geprobeerd. Mijn broers hebben me geholpen, maar het hielp niks. Ik kan niet schaatsen, ik heb het nooit geleerd. Maar daar gaat het niet om. Dit is een mooie plek waar we uitgekozen dat je perfect past bij deze Testarossa. En Testarossa, wie kent hem niet? Miami Vice, daar is hij beroemd mee geworden natuurlijk. Weliswaar was hij daar wit. De Testarossa kwam in 1984. En dat begon met de Monia Specchio. Wat is de Monia Specchio? Die had hier een spiegel op de zijstijl. En die had één centrale wielmoer. En toen kwam de Monodato. En die had twee spiegels bovenop die stijl. En toen kwam de derde serie, die had dus gewoon de wielmoeren en de normale spiegels. Eigenlijk jammer, want die spiegels die hier bovenop zaten, was een heel mooi designstuk, net zoals dit. Eigenlijk bedoeld als koeling van die motor, maar uiteindelijk is het een enorm design geworden. Het hoort bij deze auto. Ja, als je nou een jochie van 8 jaar vraagt wat is de Testarossa, dan weet hij dat. Dan weet hij gegarandeerd. Want de Testarossa is misschien wel een van de beroemdste Ferraris. Ja, er zijn er bijna 10.000 van gemaakt, relatief veel. Toen hij uitkwam was hij zo imposant. Waarom? Hij was heel laag. Hij was bijna 2 meter breed. Op een paar centimeter na. En dat was natuurlijk helemaal nieuw in de markt. De Testarossa, de Countach en de Porsche Turbo. Dat waren de 3 auto's van de jaren 80. En zo'n ding kostte toen ook al 300.000 gulden of zo. En Testarossa betekent eigenlijk op zijn Italiaans rode kop. En dat zal ik even uitleggen. Ah, die Italianen, die waren heel creatief natuurlijk. Hoe zullen we hem noemen? Ja, Testarossa, klinkt wel lekker. Testarossa klinkt ook wel goed. Maar uiteindelijk is het omdat die nokashuizen, die zijn rood. Daarvoor heet die Testarossa. Kijk, maar hier zie je nog een motor. Moet je eens kijken, dit is toch zo mooi om te zien. Dat vind ik nou zo leuk. Hier zie je een 12-cilinder flatmotor liggen. Ja, 400 pk. 4,9 liter, bijna 5 liter. Gaat het natuurlijk als de brandweer zo'n ding. Een Testarossa, hoeveel er ook gemaakt zijn, het blijft altijd een bijzondere auto. Als je met deze auto rijdt, zitten de mensen achter ze voor het fiets. Geloof me maar, want ze weten niet wat ze zien. En zeker niet in het geel. En dan heb ik deze auto's iets heel bijzonders mee aan de hand. Hij is geel, met groen van binnen. En dat groen, dat is special order. Dus iemand heeft ooit, een Fransoos, die heeft ooit bij Ferrari gezegd, ik wil hem geel met groen. Ja, maar groen hebben we niet in het pakket. Jawel, maar ik wil toch groen. Wat heeft hij van elkaar gekregen? Zou wel een vriendje van Enzo geweest zijn. Dus er is er maar eentje gemaakt in geel met groen. Nou is geel al heel bijzonder, want die dingen zijn allemaal rood. Een enkeling is wit, Miami Vice. En de meeste zijn rood en zwart. De Testarossa. Wie kent hem niet? Ja, dit was de grote concurrent van de Porsche en van de Countach. De Countach was natuurlijk uitgesproken. De Testarossa was ook gewaagd en de Porsche wat minder. Want het is toch wel, als je de Testarossa thuis kwam, dan had je toch wel uit te leggen, denk ik. Schat, ik heb een Ferrari gekocht. Wat heb je dan gekocht? De Testarossa. Wat? Ben je wel goed? Moet de buurt er wel niet van denken. Ja, het is wel een gewaagde auto, maar wel leuk. Ja, want het is typisch Ferrari, hè? Die hakerige versnellingsbak. Die moet je af en toe moet je hem echt eventjes een beetje helpen. Lekker soepel in de versnelling leggen? Nee, dat gaat niet lukken. Dat is altijd een beetje... Het is een beetje gehannes met de schakelen, maar als hij er helemaal in zit... dan zit hij erin. En dan doet hij het. Hoor eens.